Hoi en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog. Ik hoop dat jullie allemaal een leuke vakantie hebben gehad. Als ik dit film zit ik nog in mijn vakantie, maar er is een pallet binnengekomen met heel veel mooie dingen. En morgen komen er ook hele mooie potten en leuke glaasjes, vaccineglaasjes en dat soort dingen binnen. En de pallet van morgen is heel veel merk, PGMD, Riverdale... En dat soort dingen, maar dan echt voor hele leuke prijzen. Dus echt super leuk. Dus ik dacht, ja, het is wel leuk om dat met aan jullie te laten zien. Dus kijk gezellig mee en ik hoop dat jullie het leuk vinden om weer een vlog te zien. En doe eventjes een duimpje omhoog als je dat weer leuk vindt. Goed, gaan we nu gauw de boel uitpakken. Ondertussen ben ik ook aan het inpakken van de DIY pakketten, want daarvan is er wel weer één online gekomen. Dus dat gaat gewoon door. En vanaf de volgende vlog, of even kijken, als jullie deze video kijken, dan is het zaterdag. Dan hebben we nog één week op zaterdag. De volgende is gewoon weer een DIY. En vanaf die week erop komt er weer op woensdag en zaterdag een video online. Dus dan weten jullie dat alvast. Maar goed, dat zie je dus ook allemaal wel weer in, als het weer online komt. Maar dan weten jullie alvast dat er weer twee video's in de week aankomen. Goed, ik ga gauw aan de slag. Deze staan al klaar. Dan moet ik even de labels opdoen. En dan moeten alle verse materialen er nog in. Dus dat ga ik zo doen. En hier is net een pallet binnengekomen. En deze vind ik sowieso heel erg leuk. Hier ga ik een DIY mee opnemen. Dus dat wordt echt heel gaaf. Jongens, kijk, mooi Casperia. Verschillende kleurtjes. Dat is hier rosé. Dus die ga ik zo uitpakken. Zo, ik heb alvast de plantjes en de bloemen binnengekregen voor de DIY video's. Daar staat ook nog wat. Dus dat ga ik even inpakken. Hi, het is ondertussen de volgende dag. Oh. Gisteren was er niet aan toegekomen om de pallets verder uit te pakken. Maar ik kreeg net wel bericht dat ik de andere pallets straks binnenkrijg. Dus dan doe ik het straks gewoon in één keer. Er zijn gisteren al heel veel pakketten op de post gaan. En daar ga ik nu ook eerst weer mee bezig. En dan gaan we daarmee verder. En ik ga ook nog even bezig met wat DIY video's opnemen. Dus daar heb ik ook wel zin in. En ik heb hulp hier in de winkel. Dus gauw aan de slag. Zo, een deel van die, ja, de ene pallet is uitgepakt, maar er gaat een deel terug, want het was echt heel slecht ingepakt. Ik snap dat dus echt niet, hè. Als ik iets inpak, dan zorg ik altijd echt dat het super, super, super goed verpakt is. En nou, dit was niet met zorg gedaan, maar goed. Er zitten wel hele mooie artikelen bij. Mooie mandjes weer, verschillende maten. Van groot naar klein, dit is ook echt heel mooi. Dit kan ook buiten. Het is echt heel mooi materiaal. Kurk, ook heel erg leuk. En deze mandjes vind ik ook echt heel leuk. Ook met plastic erin. Dus is ook heel erg leuk om een plant in te doen. En met dat druivenhout. Daar komt een DIY mee online. Dus die komt eerst niet los online. En nu wacht ik op de pallet die binnenkomt. Ondertussen ben ik gewoon lekker alles aan het prijzen. Zoals je ziet heb ik ook al planten binnengekregen. Dus ik ga beginnen met planten bakken voor de winkel. En dan hoop ik dat die pallet zo komt. Want ik heb er gewoon zin in. Ik ben heel benieuwd wat er al in zit. Nou, ondertussen kwamen er toch nog even planten, omdat het dicht was. Maar ik doe helft met plezier natuurlijk. De pallet is binnen, dus die ga ik gauw uitpakken. Zo, dit soort dingen uitpakken, dat voelt altijd een beetje alsof je jarig bent. Want dit koop ik dus, dit heb ik allemaal online besteld. En dan zie je natuurlijk wel een plaatje. Maar dan ben je toch wel benieuwd hoe het in het echte uitziet. Dus ik ben benieuwd. Oh ja, dit is leuk. Dit is volgens mij een assortie van 3, zag ik. Oh, dit was heel verleidelijk, want dit wil ik zelf ook. Oh ja, dit is echt heel mooi. Oh, die wil ik ook in huis. Deze, echt hoe dat erop is, echt ook mooie kwaliteit. Deze is ook van PGMD, dacht ik, maar ik weet het niet helemaal zeker. Nou, goed, dit aan de andere. Oh ja, deze wil ik ook. Kijk, het is van meer rosé. Dit vind ik echt heel leuk. En dan was dit volgens mij meer rood. Dat is natuurlijk voor het najaar ook heel leuk. Ja, al deze kleurtjes zijn leuk voor het najaar. Dit is ook echt heel mooi. Ik denk dat deze heel mooi gaan doorschijnen. Nee, volgens mij is dit niet van... Ik weet eigenlijk niet wat voor merk dit staat niet heel duidelijk op. Maar het is in ieder geval heel mooi. Nou, die dus. Even naar de volgende.
Dit is wel PCMD. Oh ja, leuk. Potjes. Supermooi. Oh, wat hier echt blij van. Oh, spannend. Dit is Riverdale. Oh ja, ook leuk. Heel leuk zakje. Nou ja, vaccineglaasjes. En dit is altijd echt wel een mooie kwaliteit natuurlijk. Daar betaal je, normaal gesproken betaal je daar ook echt wel voor. Maar nu zijn dit allemaal heel leuke prijsjes. Leuk, leuk. Even de doos eraf. Dan gaan we naar de volgende. Ook leuk. Het is van Counterfeel, maar echt super leuk. Zo'n mooi kruikje. Leuk met een paar droogbloemen en een neutrale kleur natuurlijk. Oh ja, dit vind ik ook echt heel leuk. Kijk dan. Weet je, ja, ik weet niet of jullie het goed op de camera kunnen zien, maar het is een beetje ja, rosé, roestachtig. Nee, het is wel meer goud. De binnenkant is echt goud en de buiten meer rosé goud. Ik denk dat het heel mooi staat. Maar ook hoe leuk is dit zo bij elkaar en dan nog leuker. Zo dit. Oh ja, er komt bij mij wat nieuws op tafel. Ik zie het al helemaal vlammen. Oh ja, dit. Kijk, hoe gaaf. Wacht, volgens mij moet ik jullie even ergens anders neerzetten. Want volgens mij kun je net niet goed zien met het licht. Dus hier moet ik even draaien in. Maar kijk hoe gaaf. Super mooi. Ja, heel gaaf. Ik kan niet anders zeggen. Ik pak even eerst. Oh, dit is trouwens ook leuk. Ik zit toevallig nu naast elkaar. Maar het is een beetje zelf het kleurtint. Ik maak nou overal gewoon één van los, omdat ik gewoon nieuwsgierig ben. Oh ja, die is er ook leuk. Die wil ik ook. Mijn huis komt vol te staan. Dat is ook van PT&D. Dit is ook PT&D. Heel leuk, hoe leuk met een plantje. Is geglazuurd van binnen en buiten. Dus ik denk dat er ook best verse bloemen in kunnen. Oh, die hoort denk ik bij die andere. Oh nee, leuk. Ja, dit vind ik heel leuk. Misschien ga ik hier al een DIY mee opnemen. Oh, dit is echt leuk. Heel mooi staal. Kijk hoe gaaf. En dit is echt mooie kwaliteit. Maar ook hoe leuk is dit als cadeautje zo samen. Hoe gaaf. Ja, helemaal leuk. Helemaal leuk, ja. Ja, sorry, ik ben gewoon heel enthousiast. Ik heb gewoon allemaal mooie dingen besteld. Ik had altijd zo blij van. Ja, dit is ook PTMD. Ik heb wel heel veel van PTMD. Ja, die prijs was ook echt wel heel aantrekkelijk. Dus dat vind ik gewoon leuk, want dan is het voor iedereen, kijk, je kan dat soort merken gewoon echt super leuk vinden, dat vind ik ook wel, maar als je echt zoveel geld voor moet betalen, hè, is het gewoon niet altijd leuk meer. En ik vind het ook wel leuk dat mensen gewoon dat voor iedereen betalen. Oh, dit is heel mooi. Oh ja, dit is heel mooi. Deze heb ik zo verwacht. Heel zwaar ook. Oh, kijk hoe gaaf. Hier wil ik er meer van. Volgens mij had ik hier niet zo heel van, dus dat is ook PTMD. Zwaar joh. Oh ja, echt heel mooi. Dus kleine dienblaadjes. Echt leuk om straks een stukje op te maken. Maar ook straks leuk met bolletje. Dat is ook leuk. Het is tot nu toe echt allemaal gewoon een succes. Oh, dit is ook leuk. Als je, ja, als je hiervan houdt. Dit zijn zoutstenen. Maar dan als vaccineglas. Of vaccinehouder. Hoe gaaf op tafel en dan met een paar droogbloemetjes ernaast. Ja, helemaal blij mee ook. Ook helemaal blij mee. Ik ben gewoon overal blij mee. Ja, sorry dat jullie een beetje bewegen, maar hier is dan mijn pallet. Oh ja, dit is ook heel gaaf. En dit is glas. Dus echt met bloemetjes erin. Je weet, je hebt heel vaak van die potjes en dat soort dingen dat je aan de buitenkant mooi vindt. Dat je wat anders wil dan gewoon glas. Maar dat zijn ze niet waterdicht. En deze zijn waterdicht. Dus dat is, ja, dat is ook mooi.
Ik heb kunstplanten besteld. En ze hadden hier heel veel mooie soorten van. Maar ik heb alleen eerst twee soorten besteld. Maar als dit een succes is, ga ik die gauw bijbestellen. En ik vind vooral met kunstplanten, je wil niet dat het nep lijkt. En vaak als je een beetje kleurverschil in het blad hebt, zoals hier, dan lijken ze gewoon veel echter. Dit is niet verkeerd, hè, jongens? Mooi, hè? Zo, ik hoop dat jullie het zo nog steeds goed kunnen zien. Ben ik nou ingezoomd dan? Nee, valt niet. Oké, deze ga ik echt bij mijzelf op tafel zitten, denk ik. Ik vind het echt leuk. Moet je vaak eventjes, maar kijk, dit lijkt gewoon echt, ja, dit is echt wel, dit is echt mooie kunst, laat maar zeggen. Dus ik denk dat die anderen ook binnenkort bij gaan bestellen. Laat even weten wat je ervan vindt. Laat sowieso even weten wat je het leukste hier vindt van wat ik nou uitpak, want ik ben natuurlijk heel enthousiast. En ja, of je net zo enthousiast zijn als mij. Ik hoop dat jullie me zo nog wel kunnen verstaan. Ik ga nu weer weg. Ik heb de airco even uitgezet, want ik vond het echt een plurotje warm hier. Oh ja, super leuk. Oh ja, super mooi. Hoe zit dit? Oh ja, ik denk dit is een pot. Dit is een kazenstandaard. En dat is ook van Riverdale. En hoe leuk is het bij elkaar? En dan met dit glaasje. Maar hier had ik ook bedacht. Kijk, dat kun je als glaasstandaard gebruiken. Maar ook mooi om een bloemstukje op te maken. Een taartje of zo. Dus dat is ook super leuk. Dus misschien komt die binnenkort ook wel in een DIY pakket van Riverdale. Ja, ik was er wel druk mee. Ik was er wel blij van. Ik heb dat ene glaasje waar ik zelf zo enthousiast voor ben, heb ik in twee maten. Zodat je het als setje kan doen. Of gewoon ook leuk allemaal bij elkaar. Maar ja, dit vind ik echt heel leuk. Dit is van Counterfield. En dit vind ik dus weer mooi. Kijk, het is heel donker van kleur. Ook heel mooi soort van najaar. Beetje een najaarskleurtje. Maar het kan altijd trouwens. Maar hoe gaaf is dit bij elkaar zo? Qua kleuren. Want het onderste komt een beetje weer terug. Ik heb het al echt een super gaaf setje. Ik ga trouwens proberen alles zo snel mogelijk online te zetten. Zodat jullie het ook kunnen bestellen. Sommige dingen zijn voor een DIY. Hier had ik ook een DIY mee bedacht. Of daar ga ik een DIY mee bedenken. Maar ik dacht dat het wel heel leuk omgaat voor een DIY. En ik weet niet of ik het met of zonder glaasjes ga doen. Maar het is in ieder geval een grote houtstronk. Dus ja, en over het algemeen zijn jullie altijd heel enthousiast over natuurlijke producten, vind ik ook. Ze zijn allemaal net even iets anders, maar kijk hoe gaaf. En als je dan hier een mooi bloemstuk op kan maken. Ja, ik zie het al van me. Dit is ook misschien voor een DIY. Ja, ik ben nog wel druk met de DIY's, maar het is ook echt heel gaaf om een bloemstukje in te doen. Maar ook gewoon als plantjes. En het past ook allemaal leuk bij elkaar. Dit is ook PTMD. Deze mooie potjes van PTMD. Heel mooi neutraal, maar wel net even wat anders dan anders. Heel stoer. Oh ja, deze die hoort dus bij deze. Het zijn dezelfde series, alleen dit is dan een hoge en een lage. Ja, dat was het. Geloof ik. Ik ga alles even uitpakken en prijzen in. En ik ga zorgen dat het op de website komt. Ik ben in ieder geval echt heel enthousiast. Ik vind het echt. Het past allemaal mooi bij elkaar. Het is mooi neutraal. Het zijn gewoon mooie gangbare kleuren. Dus ja, echt super gaaf. En ik ga er ook leuke dingen mee maken. Dat ga ik jullie natuurlijk ook wel laten zien. Maar ik ga het nou gauw prijzen en in de winkel zetten. Oh, mocht je het natuurlijk willen bestellen, dat kan natuurlijk via www.uonlinebloemist.nl. Je vindt het onder woondecoratie. Dus dan zorg ik dat daar. En daar oefen komt te staan. En ik ga het zo snel mogelijk online zetten. Zo, we zijn ondertussen een paar uur verder. En alles is uitgepakt en geprijsd. Het staat allemaal. Ja, we hebben het allemaal een beetje hier neergezet. En hierachter staat het op de grond. Ik ga het nog allemaal mooi decoreren. En allemaal een mooi plekje geven. Maar dan is in ieder geval alles eerst geprijsd. Dat vind ik altijd prettig werken. En ja, dan ga ik het mooi in de winkel zetten. Ik zal jullie ook alles nog even van dichtbij mooi laten zien. En dan kun je het goed zien. Het staat nog niet helemaal zoals het moet staan. Maar echt, ik ben echt helemaal enthousiast. Het is allemaal echt heel mooi spul. Thank you.
is ondertussen de volgende dag en ik ben even bezig met de DIY-pakket inpakken. Maar ik dacht, het is misschien wel leuk om straks Elin te laten zien een paar leuke ideetjes wat je kan maken met de nieuwe cadeauartikelen en vaccineglaasjes en dat soort dingen. Wat ik allemaal leuk bij elkaar vind staan en je kan natuurlijk alle kanten mee op. Maar ik dacht even een paar leuke ideetjes, dus dat laat ik jullie zo even zien. Ik ga even de DIY-pakket afmaken en dan zien jullie mij zo weer. Zo, ik ben nog wel even bezig met alles in de winkel zetten. Maar ik ben heel enthousiast over ja, al deze mooie producten. En ik hoop dat jullie het ook leuk vonden om te zien hoe ik dat heb uitgepakt. En dat jullie ook zo enthousiast zijn. Laat het vooral even weten. En jullie hebben nog een winnaar van mij te goed van de 5000 abonnees winactie. Er is heel veel gereageerd. En die winnaar komt hier in beeld. Gefeliciteerd, jij hebt de XXL krans gewonnen. En je mag contact met ons opnemen. En dan hoop ik dat jullie weer een leuke vlog vonden. Volgende week komt er weer een DIY online. En volgende week zaterdag. En vanaf die week erop komen er weer 2 video's in de week online. Maar goed, dat zal ik allemaal even netjes vermelden als het zover is. Ik wil jullie weer bedanken voor het kijken. En ik wens jullie een fijne dag toe. Doei!